Yo, mijn naam is Wouter en ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren om de beste versie van zichzelf te worden en een leven te leiden vol met passie. Voor je de video bekijkt, in de hier zal de link verschijnen naar Aaron Daly's channel en mijn andere playlist. En in de beschrijving zal Aaron Daly's meditatie staan. Voordat de video begint, schrijf in de comments welke vragen dat je hebt. Welke vragen dat je wil dat ik beantwoord. Of welke ding dat je mee struggelt. Welke probleem dat je hebt. Ik kan er een video over maken, kan je helpen. Dus, uit. Dit is mijn NoFap Journey, dag 108. Oké, dag 108 begint eigenlijk. Het filmpje begint eigenlijk van de nacht op 107 naar 108. En ik moet toegeven, ik heb gekeken naar porno. Niet gemasturbeerd, niet klaargekomen, maar wel gekeken. En het is hoe dat is. Ik vind geen relapse, want ik kan nooit meer doen, dat is lastig, hè. Maar de ding is, vanaf dat ik vlees heb gegeten vorige zaterdag, is mijn sexual drive back. En ik vind dat goed, waarom? Omdat je seksuele drive, die zin in seks, is je grootste, hoe zeg je dat? Dat is je grootste motivator. Motivator. En yo. Dus ik moet toegeven, ja, in deze hele journey, de 108 dagen, heb ik niks van urges gehad. Echt niks. Waarom? Omdat ik vegan ben. En dan heb je niet die dierlijke ding ben. Dus dat ego is er niet. Dus ik zit alleen maar in mijn liefde. Maar dan heb je ook niet die sexual. Die seksuele energie heb ik wel, want dat is allemaal opgespaard. Maar dat ligt dormant of zo, weet je wel? Dat is niet actief. En nu de laatste dagen was dat mega actief. Begon ik weer urges te krijgen, begon ik vrouwen weer seksueel te zien. Wat dat echt oké is, hé. Dat is normaal. Dat is goed, maar natuurlijk, op spiritueel vlak vind ik het beste dat je in je love zit. Maar die sexual energy vind ik massa's belangrijk, want dat is je grootste. Die energie, als je die energie steekt in je passies, het is zo dat je mega succesvol wordt ook. En die seksuele energie had ik niet echt. Dat werd toch niet echt zoveel getriggerd. En want ik zag vrouwen totaal niet meer seksueel, hé. Alleen maar op liefdesvlak. Alleen maar de schoonheid ervan, maar nooit, ik had zelfs nooit een erectie of zo, niks. Behalve wanneer dat ik dan die. En daar komen we naartoe. Dus ik werd getriggerd. Deze nacht werd ik getriggerd door een zo'n light healer. Zo spirituele filmpjes. Maar die vrouw was echt mijn type. En ik kan al de voorbije dagen meer van die urges, meer van die drang naar seks. En ja, dat had me getriggerd. Dat had me zwaar getriggerd. En de dag kwam en ik bleef. Maar dan heb ik. Ik heb ook het wel getest. Tijdens dat kijken naar vrouwen en bloot lichaam en al. Ik heb niet gemasturbeerd, niks. Is proberen te blijven in mijn liefde. En dat ging wel. En mijn pik ging gewoon naar beneden, man. Mijn penis. Dus ja. En pijn niet. En ja, dat was misschien niet slim voor te doen, want het is wat het is. Ik heb nu dat ene keer getest. Ik besef wel dat ik nu die sexual drive komt terug omhoog, dat wel. Maar ik wil het niet als dat doen. Als ik bijvoorbeeld met die Twin Flame Kundalini Awakening, dan, toen dat ik Tinelin kende, dan was dat. Dan werd dat me geactiveerd wanneer ik zo die Tantra deed. Ik had niet die sexual urges, maar wanneer ik die Tantra deed, dan had ik dat weer wel. Maar dat was dan puur door intimiteit. En dat was dan die kundalini die door mijn chakras ging. Dat was dan die energie die door mijn chakras ging. Maar ergens wil ik, pees ik, toch die seksuele drang blijven voelen. Omdat dat gewoon zo crazy ass
Wat zei dat? Niet een impuls, maar een. Dat is zo je drijfkracht, man. Dat is die grootste. Liefde is de twin, maar seks is de eerste. En als ik die energie gewoon omzet in mijn passies, volledig succes. En het is dat ik weer wel. Ik ga wel niet meer kijken, ik ga dat niet meer brengen naar porno, maar misschien weer fantaseren of zoiets. En dan direct gaan fitnessen of zo, en daar dan je energie in steken. En niet kijken naar het wel, dat gaat niet doen. Want NoFab hield. NoFab eigenlijk zijn twee redenen, vind ik. Is. Ik porno is ook, porno vind ik ook zo klote, waarom? Is. Iedereen aan de pijn lichaam en iedereen heeft issues die nog verwarmd worden in je lichaam, dat is energie die nog vast zit, pijn lichaam. Bij mij, ik ken dat ook en dat zit in mijn solar plexus. En wanneer je porno kijkt, is dat like drugs of zo doen, is door die dopamine. Is dat like tijdelijke. Dat is gewoon een toevluchtsoord. Snap je? Je zet je pijn aan de kant, dus dat is gewoon weglopen van je issue. En dat is mijn klootste aan porn. Plus, dat fuckt ook je dopamine ding op. Dus, dat is de twee dingen. Dus het voordeel van hem porno kijken is je seksuele energie wordt opgebeeld. En ja, vrouwen ook niet. Je ziet vrouwen ook niet meer als alleen. Als een. Seksobject. Maar toch is het wel, je had het nog mooi vinden, maar je had dan meer vanuit de liefde komen. Maar je kunt combineren met liefde en seks. Dus ja. Ook nog het beste van deze dag is, ik heb twee vrouwen, wacht even, ik heb drie vrouwen aangesproken, was chill. Eén vrouw aangesproken in de buitenlandwinkel, patatje. Dat was een hele goede reactie. Het was eigenlijk meer dan zenuwachtig. Maar niet op zo'n negatieve manier. En maar smile. En dat vond ik ook van die dingen. Is met die seksuele energie zie je like, dat vrouwen voelen like, aangedrongen. Dat is massa zat. Vind ik echt crazy. Ook een massa nice conversation had met Gucci, Sabo en Jentel. En zijn vriendin. Like, echt heel diepe gesprekken over zijn passies, over ja, van alles, fitness, over voetbal, over succesvol zijn, over liefdesvlak en seksvlak ook, en porno, al die dingen. Ik denk dat ik graag over praat, dus dat was echt een bare. Uit de 108, peace.